Who turns on the light? Nou, het licht hier op aarde en het licht in de ruimte, dat is allemaal geschapen. Of niet, sommige mensen twijfelen daarover. En daarom ben ik weer met mijn gast van vanmorgen. Zij is ruimtevaartdeskundige. En Shahrzad Timan, hartelijk welkom. Je bent geboren in Iran. Op 6-jarige leeftijd kwam je naar Nederland. Je ouders scheiden. Je hebt lange tijd in Hogeveen gewoond. Maar toen je 14 was, toen zag je een film en die hakte erin in je leven. Klopt. Voor altijd. Tot ja, tot de dag van vandaag. Ja? Ik was 14. Ik zat op de bank en op de donderdagavond, 8:30, primetime, stond de film Apollo 13 kwam op tv. En ik dacht, nou, even kijken. En, maar ik werd zo in die film getrokken dat toen het einde van die film er was, toen zei ik, draaide ik naar mijn moeder en ik zei, dat is wat ik laat gaan doen. Ja. Ik ga werken aan de maanmissie. Ja, maar hoe kan dat dan? Het is best wel een angstwekkend verhaal, hè? De 3 astronauten die in Apollo zijn. Het gaat mis, technische Klopt. Mankementen. Klopt. Het team in Houston weet ze terug te krijgen. Ja. Maar ik zou denken, nou, mij niet gezien in zo'n Apollo. Nou, het is inderdaad een explosie in de zuurstoftank. Er is gevaar voor de bemanning in de ruimte. Maar er is een team, een heel slim team op aarde, die eigenlijk iedereen ook die ooit iets heeft gedaan aan die missie gewoon allemaal samenhaalt. En samen gaan ze het onmogelijke waarmaken. En toen ik dat zag, dat ik dacht van wauw, een groep mensen in teamverband kan zoiets voor elkaar krijgen. Toen dacht ik, wauw, nou, wat mooier dan dit. Ja. Dan ontwikkelt je leven zich verder, want je gaat lucht- en ruimtevaarttechniek studeren in Delft. Klopt. Waarom wilde je per se zo graag alles met ruimtevaart weten en doen? Ik was zo geraakt door die film. Ik dacht, weet je, hier wil ik aan meedoen. Ik wil ook in zo'n teamverband werken. Dit is gewoon te gek. Ik ben toen nachten op een rij eigenlijk wakker gebleven om de States te kunnen bellen, met NASA in contact te kunnen komen. Want ja, ik kende eigenlijk niet een Europese ruimtevaartorganisatie. Dus NASA gebeld en via NASA ben ik dus eigenlijk, die hebben mij geadviseerd van, hey, leuk, wanneer je oud genoeg bent, kun je een technische studie gaan doen. En dan kun je gaan kijken of je bij de Europese ruimtevaartorganisatie kan aankloppen. En dat heb ik gedaan. Ja. Dus ik ben naar Delft gegaan en daar echt met plezier lucht- en ruimtevaart. Weet je wat ik zo leuk vind? Dat je zo vasthoudend was. Dat je alles, noem het hobby, noem het roeping, dat je er alles voor over had. 'S Nachts met Amerika bellen, ja. Noem maar op. Ja, het is het waard. Dat ga ik doen. Maar die passie, dat is alleen maar gaan groeien. Ja. Dus ik ben blij dat ik het heb gedaan toen. Apollo-programma was een fascinerend programma. Het was natuurlijk het allereerste begin van de ruimtevaart, van mensen naar de maan. Ja. Apollo 15, zeg je dat wat? Absoluut. James Irwin? Absoluut. Dat is een van mijn favorieten. En ik zat naar de uitzending te kijken van de Apollo op de maan. James Irwin reed daar met het maankarretje. Ja, klopt. En zij, de eerste keer dat er een maankarretje... Hij moest de Genesis-steen vinden. En toen zei hij op een gegeven moment, hij was gelovig opgevoed, had het losgelaten, zei hij op de maan, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van God. En toen zei NASA, ja, het is geen evangelisatiebeweging. Dus ik dacht, ik wil die man ontmoeten. Ja. Dus toen heb ik hem naar de Eeuw Jongerendag gevraagd. Heeft hij ook op het podium gestaan in wow. maanpak. Wow. En aan de koningin het vlaggetje van Nederland aangeboden, wat in de Apollo meeging. Ja. Dus daar zeggen heel veel mensen die ruimtevaart en die techniek bestuderen. Er gaat van alles het heelal in. Hè? Niet alleen satellieten, maar we kunnen steeds verder en we kunnen steeds meer. Met het Shuttle-programma, maar ook andere space-projecten. De eigenaar van Tesla van plan is, Branson. We gaan allemaal die ruimte in. Ja. Wat denk je dat God ervan denkt? Dat hij al die dingen rond ziet dwarrelen in zijn... In zijn universum? Ja. Ik denk dat hij het prachtig vindt. Want kijk, hij heeft zo'n grote creatie. En dit is ons thuisplaneet. Dat weten we allemaal. Maar hij heeft zoveel meer gemaakt dan alleen waar wij op leven. En kijk, in mijn dagelijkse werk werk ik aan ontdekkingsreizen. Dus ontdekkingsreizen naar de maan, naar Mars. Wat voor leukere baan kan je vinden dan eigenlijk de blauwdrukken van God zijn werk achterna zitten. Iedere dag. Gewoon stap voor stap erachter kunnen komen van, hoe is dit in elkaar gaan zitten en hoe is dat allemaal gaan vormen? Ja, het is fascinerend, hè, die ontwikkelingen in de ruimtevaart. Toen de Apollo's de lucht in gingen, zat er op de buitenkant een gouden plaat met primitieve afbeeldingen. Ze dachten, nou, als het ergens misgaat en die Apollo komt op een andere planeet met bewoners terecht, dan weten ze een beetje waar we vandaan komen. Inmiddels ging toen die Hubble-telescoop de lucht in en die ontdekte sterrenstelsel na sterrenstelsel. Het is nu zover dat iedereen zegt, ja, we hoeven geen voertuig te ontwikkelen dat naar het begin kan, want van de tijd, want dat kan gewoon niet. Dus
God is oneindig groot. God is oneindig groot, absoluut. Miljarden sterren, miljarden planeten. Absoluut, absoluut. En duizenden malen groter dan de aarde. Ja. Zo fascinerend. Het is oneindig. Het is oneindig groot. Maar dat is het mooie. We hebben zo'n prachtige planeet gekregen. We kunnen de maan kunnen we eigenlijk bijna dagelijks zien. Dat is gewoon echt... Ik zie dat als een cadeau. Als een heel groot cadeau. De zon. Maar er zijn zoveel planeten. Mars kun je af en toe nog met bloot oog zien. Maar er zit nog zoveel meer daaromheen. En ja, ik vind dat gewoon fascinerend. Om gewoon iedere dag gewoon... Tijdens mijn werktijden, maar ook als hobby, stiekem thuis, gewoon dat te kunnen ontdekken. De schepping. Absoluut. Dan komt er iemand uit en zegt, joh, je bent toch helemaal gek, dat je in de schepping gelooft. Alles komt uit die grote oerknal. Wat zeg jij dan? Weet je, volgens mij zijn we het er allemaal over eens dat het ergens is begonnen. Maar we kunnen of zeggen, het is vanzelf gebeurd. Of zeggen, het is gebeurd en iemand heeft erachter gezeten. Maar hoe het is gebeurd... Ik heb dus heel veel gesprekken gehad met wetenschappers. Ik bedoel, dus mijn dagelijkse werk. Het is eigenlijk een groot mysterie hoe de aarde is ontstaan. Hoe het heelal, het universum is ontstaan. Bijvoorbeeld de maan. We weten nog steeds op de dag van vandaag niet 100% hoe het is ontstaan. Het is nog steeds één grote theorie. En het staat niet in de Bijbel, het staat eigenlijk nergens. Het is gewoon iets waar wij achter mogen komen. Maar het mooie is, wij geloven als christenen dat God... die start heeft gemaakt. En sommige wetenschappers die geloven dat het uit het niets is gebeurd. Maar het proces, ja, dat blijft gewoon een mysterie. En dat is zo mooi. Ja. Jouw droom is om één keer in je leven, of misschien wel meer, op de maan te staan. Je bent toch een hele jonge wetenschapper. Stel je voor dat je nu op de maan zou staan. Wat zou dat voor gevoel voor jou zijn? En je ziet die aarde daar aan je voeten liggen. Nou, ik denk als wetenschapper... Zou het iets zijn van, we hebben er zo lang naartoe gewerkt. Dus in de jaren 60 is het gebeurd en toen heel veel jaren niet. Dus het is sindsdien, is het jarenlang, dus ook generatie voor me. Het is gewoon een droom geweest. Dus ik denk als we dat samen kunnen bereiken. Niet het feit dat er een bepaald persoon op de maan staat. Maar het feit dat we als samenleving weer terug kunnen naar de maan. Dat is gewoon geweldig. Ja. Ik heb je laatst gezien met onze meest bekende astronaut in Nederland. André Kuiper stond je op het podium. En je was onverschrokken. Vond je het leuk? Ik vond het superleuk. We gaan van de ruimtevaart naar een andere gang in je leven. Dat is de gang naar het ontdekken van God. Hoe gebeurde dat? Nou, ik ben christelijk opgevoed. Rond mijn 16e of zo ben ik op een gegeven moment... had ik meerdere kerkbreuken meegemaakt. En ik vond iets niet kloppen. Ik dacht, dit kan niet zijn hoe God het heeft bedoeld. Ik hou van Jezus, absoluut. Maar ik wil niet meer naar de kerk. Ik vond het wel genoeg geweest. Ik dacht van, nou ja, dit hoeft van mij niet zo. Ik vond het heel jammer. Ik vond het erg jammer. Maar ik hoefde het niet meer. Jaren later heeft een vriend van mij, waar ik samen mee ben opgegroeid... Hij heeft een kerk gevonden. En hij heeft me meerdere malen gevraagd, kom eens mee. Char, kom mee naar de kerk. Kom mee. En ik snapte maar niet waarom die zo enthousiast kan zijn om naar de kerk te gaan. Ik zeg, hoe kan je daar nou enthousiast over zijn? En dat had te maken met de dingen die ik had meegemaakt in de kerk. Hè? Dat zijn vervelende dingen geweest. Op een gegeven moment ben ik meegegaan naar een dienst. Dat was destijds bij Escape op Rembrandtplein in Amsterdam. Van Hillsong. Van Hillsong inderdaad. Hillsong Church Amsterdam. En ik weet nog, ik kwam zo aan, die tram, die deuren gingen open. En er stond een rij. Er stond een rij mensen. Ik dacht van, dat heb ik nog nooit gezien. Dat moet vast voor die café daarnaast zijn. Want voor de kerk een rij... En toen zag ik een even grote rij, dat gebouw uitkomen, van de dienst daarvoor. En op dat moment brak er iets in mij, dat er jarenlang, ik wil niet meer naar de kerk, ik hoef dit niet meer, dat brak. En ik werd opeens open om te kijken van, oké, nu wil ik erachter komen wat hier binnen gebeurt. Ik ben naar binnen gegaan, de pastoor had sneakers aan. Dat vond ik helemaal mindblowing. Ik zeg, wauw. Zijn vrouw ging op podium, onze pastoor. Debbie ging op podium staan en zij ging de preek brengen. En ze begon over, houden jullie ook zo van superheldenfilms? En ik dacht, hè? Waar ben ik nu beland? Maar ik keek om me heen. De mensen waren ontzettend vriendelijk, ontzettend oprecht. Ze waren geïnteresseerd. Wie ben jij? Wat is je verhaal? Wat brengt je hier? En ik ben blijven terugkomen. En nu 5 jaar later ik ben nooit meer weggegaan. Je hebt God op een nieuwe manier ontdekt. Ja, absoluut. Ja. Wat betekent God voor je? Eigenlijk alles. Ik ben ervan overtuigd dat we groot mogen dromen. God heeft ons dat beloofd in de Bijbel. Het is eigenlijk heel simpel. Je mag grote dromen hebben, waar eigenlijk geen limieten aan zitten.
Dus ik heb dat best wel heel serieus genomen, als kind, maar ook als volwassene. Dus daarom durf ik groot te dromen en durf ik God echt van alles te vragen ook. Maar ja, wat ik ook heb geleerd van God is, wij moeten eerst alles geven wat wij kunnen. En dan komt God met dat extra schepje dat eigenlijk voor alles zorgt. Ja. Maar dat is een leuke manier. Want het is ook niet goed om te bedenken van, nou ja, God regelt het wel. Ik hoef verder niks te doen. Maar ik ben ervan overtuigd, ja, ik geef alles wat ik heb. En dat schepje wordt er bovenop gegooid. Ja. Dat extra schepje heb je ook ontvangen in jouw kerk. Absoluut. In je man. Absoluut. Hè? Daar zit hij. Kom even bij. Nick is net als jij ingenieur. Klopt. Ja, je zijn alle twee ontzettend... We zijn allebei ontzettende ingenieurs, inderdaad. Ja. Vertel even, hoe ging die ontmoeting in de kerk? Ja, we kennen elkaar al een tijdje, maar op een gegeven moment toen klikte er iets. Klikte het opeens, inderdaad. Ja. Ja, we raakten aan de praat en... Toen zei ze van, ja, ik ben hiermee bezig op werk en misschien vind je het leuk om een keer langs te komen. Toen dacht ik, oh, dat is wel interessant. Wat brengt jullie samen? Is het het geloof? Is het het feit dat jullie al twee ingenieur zijn en daar een hobby van hebben gemaakt? Ik denk allebei wel, ja, toch? We kenden elkaar al jarenlang in de kerk. Nick die zat achter de schermen en ik zat voor de schermen. Dus... Maar daardoor kom je elkaar eigenlijk niet tegen. Ja, normaal. Het is een grote kerk natuurlijk. Ja. Hè? Er zijn best wel veel mensen. Wat doen jullie nou als jonge mensen? Hè? Want we hebben de oproep van God. Ga uit en vertel alle landen, alle volken, alle mensen over dat ik besta, dat ik er ben. We hebben het net met jou uitvoerig over gehad. Wat doen jullie? Ja, wij zien het ook als een missie om lokaal juist die mensen te gaan opzoeken. En de mensen uit te nodigen in de kerk. En ook op werk bijvoorbeeld. We hebben allebei heel erg passie voor werk. Om op werk juist... Ja. Aanwezig te zijn en gewoon je ding te doen, maar daarnaast ook christen te zijn. Ja, en, want je bent software-ingenieur. Lukt dat om over je geloof te praten op het werk? Ja, best wel. Ja, ik ben er heel nuchter en open over. Ja. Dus, ja. Nou ga ik afsluiten. Wat is jullie droom samen? Samen naar de maan gaan. Ja. Samen naar de maan. Oh, ja. Zeker, ja. Ja. Dat hebben we afgesproken. Ja? Ja. Oh, als je gaat, ga je samen met Nick. Nou, laten we het daarop houden. Laten we dit afspreken. Als jullie samen op de maan zijn geweest, kom dan nog een keer in Hour of Power. Doen we. Ja, Dominee Schuller, we kijken Hour of Power. Oude Dominee Schuller zei, if you can dream it, you can do it. Ja. Als je het gelooft, kun je het ook doen. Zeker, zeker. Het koor heeft net in de kerk gezongen, het heigend het de jacht ontkomen, Psalm 42. Ja. Dus dat geef ik graag aan jou. Ken je nog wel van vroeger, want jouw vader heeft hier ook in Hour of Power gezeten. Dat klopt. Ruben. Ja. Geweldige fotograaf. Ja. En voor jou... Geliefd iedere dag. Oh, en misschien staat er ook wel iets over de maan in. Ja, loop naar de maan. Nee, dat is te ver lopen, alsjeblieft. Heel erg bedankt. Ja. Super, bedankt dat we hier mochten komen. Van harte, dankjewel. Ja. Dankjewel.